Goedemorgen, geliefde gemeente, en allen die op andere wijze naar ons luisteren, ook uit andere gemeenten. Ook Emmeloord bijvoorbeeld, hartelijk welkom. In deze tijd is het best wel een hele moeilijke tijd. Het duurt ook steeds langer, en toch heb ik boven de preek, boven deze korte overdenking moet ik zeggen, gezegd, ik ben niet bang. En dat zijn natuurlijk grote woorden. Woorden die ook maar waar moeten zijn als we dat met elkaar roepen. Niet bang zijn in deze tijd is misschien wel onverstandig. Onverantwoordelijk zelfs. Of toch niet? Als we luisteren naar de woorden van de psalmist, dan spreekt hij dat ook uit. En we gaan kijken waarom die dichter dat ook met grote vrijmoedigheid kan zeggen dat hij niet bang is. Laten we eerst met elkaar deze psalm gaan lezen, psalm 27. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mij levend te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En dan vers 5, ik scroll even wat naar boven. Want hij doet mij schuilen in zijn hut in de dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek. En verlaat mij niet, o God, van mijn heil. Want mijn vader en moeder en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op het geëffend pad omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk, en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. We zien, geliefden, dat het een psalm van David is. En het begint met die bekende woorden, de Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Dat was het thema. Ik ben niet bang. De Heere is mijn levenskracht zelfs. Voor wie zou ik angst hebben? Dat zijn best wel hele grote vragen, zoals ik zei. En wie zal daar het juiste antwoord op weten? Krijgt de dichter ook antwoord in deze psalm
op de vragen die hij stelt. Krijgen wij in ons leven antwoord op de vragen die wij steeds stellen, ook misschien wel aan de Heere stellen? Wat doet God met ons en voor ons als wij met die vijand te maken krijgen? Dat kan een vijand zijn die ons lichaam aantast, of onze psyche aantast, of ons geestelijk leven in het nauw brengt. Twijfel in het hart. Deze psalm zegt ons dat wij de Heere vrezen. En als wij hem vrezen, hoeven we, zoals dat kinderlied ook zegt, niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand, ik zou zeggen je hart, in die van onze Heer. David, die spreekt hier over een vijand. En het is geen vijand op afstand, maar er staat zelfs, toen de kwaaddoeners op mij afkwamen. En niet om een gesprek te voeren, of te onderhandelen, of te zeggen, komen wij hieruit financieel, of is hier nog wat te redden? Nee, om mij levend te verslinden. Mijn tegenstanders en mijn vijanden, toen struikelden zij zelf en vielen. Dat is wat David ziet. Dat is niet wat David doet, maar dat is wat hij ziet. Hier zien we die plotselinge komst van een vijand. Maar soms gaat het niet om een plotseling op je afkomen. Soms gaat het heel langzaam. Komt die vijand je hart binnen, je geeft wat toe aan dit, je doet wat minder dat. En zo word je langzaam in beslag genomen door die vijand, de duisternis. En toch zegt David, al belegerde mij een leger in vers 3, mijn hart zou niet vrezen. Ik weet niet wat het moeilijk zou zijn, gemeente. Als een leger je belegert, dan zie je op afstand het gevaar al. Dat is niet plotseling, zoals in vers 3. Daar komen ze in één keer op je af en dan moet je een reactie hebben. Dan moet je jezelf verdedigen, je wapenrusting pakken of wat je ook doet. Maar als ze zich legeren, dan zie je eerst dat machtige leger van vijanden voor je. Je zou wel zeggen, laat ze dan maar plotseling komen. Hoewel, als zo'n virus je plotseling overmeestert en je wordt bijna dodelijk ziek, dat is ook heel heftig. Maar als je vijand voor je voordeur, voor je hartendeur gaat staan en je ziet ze en je wilt ze toch niet binnenlaten en ze hebben hun kamp toch opgeslagen in je huis misschien wel, ze zijn al binnengedrongen, ze zijn in je kerk binnengedrongen, daar iemand, iedereen heeft een vijand die ergens gelegerd is, al is het de vijand van de duisternis, de duivel, maar vaak zijn het ook mensen die je proberen onderuit te halen of te pakken te nemen, te doden, te verslinden zelfs, zegt David. En ondanks dat alles, lees ik toch mijn hart, in vers 3, zou niet vrezen. Al brak er ook een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Bijzondere woorden, als je dat kunt zeggen. En David kan dat ook zeggen, omdat er een verlangen in zijn hart is. Een verlangen om dicht bij God te zijn, om nabij te leven bij zijn God. Boven alle dingen is er in zijn ziel iets ontstaan door de wedergeboorte, hebt u pas geleden gehoord, waardoor David gaat zoeken en zoeken om die gemeenschap met God te mogen ervaren. En dat is een heel bijzonder iets. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. En dat is nogal wat.
Als je dat kunt zeggen. Niet twee dingen. Want wij willen vaak meerdere dingen. Als we Sinterklaas cadeautjes uitpakken. En we zouden één cadeautje krijgen als kinderen. Nou, ook al is het een heel groot cadeau. Ben je misschien toch wel wat teleurgesteld. Er moeten wel meer cadeautjes zijn. Of niet? Eén ding, zegt David. Dat zal hij zoeken. En wat is dat dan? Dat lezen we in vers 4. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere. Niet slechts op zondag naar Gods huis gaan, maar dat hij daar mag wonen. Al de dagen van zijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Daar, bij de Heere, onder zijn vleugels, is de beste plaats. En dan is het inderdaad zo, wat er ook gebeurt, je hoeft niet bang te zijn. Al gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je hand en je hart in die van onze Heer. Laten we daarvoor bidden. Heere, u doet ons schuilen in uw hut. Als de tijden moeilijk zijn, als er onheil is. Bij u kunnen we altijd schuilen. In het verborgene van uw tent. En bij u zijn we veilig, want u plaatst onze voeten op de rots. En de rots is Jezus Christus. En de rots is ook hoog. Dus als je op die rots staat, Heere, goede grond onder de voeten hebt, dan hoef je ook niet bang te zijn. Want dan kan niemand je aanraken. Dan is het als die schat die je in de hemel hebt, waar geen dief, geen mot en geen roes kan komen. Veilig bij u, bewaard en bewaakt. Geef ons, Heere, dat vertrouwen. Geef dat we dat mogen weten. Al de dagen van ons leven bij u te mogen schuilen, Heere. Dat vragen we u. In vergeving van onze schuld. In vergeving van onze zonde. Om Christus wil. Amen.